Nou, die ligt lekker lang uit. Ja, ja. En wie hebben we daar? Hey, hallo. Beste kijkmuiskinderen, wij gaan vanavond weer op pad. Ja, ja. Ja, we gaan weer heerlijk op de hoer. Dus ja, we nemen jullie uiteraard mee. Dus we gaan genieten. Hopla, dan kan ik er beter door. En dan zullen we het beleven. Ja, ik zal de boel klaarmaken dat het allemaal mee kan en op de booster kan. En dan gaan we genieten. Tot straks.
Nou, hoe heette die roodhuiden? Geen normale koeien. Nee. Schotse hooglanders. Juist, dat bedoel ik. Schotse hooglanders. En dan hebben we daar een plas met water. Waarom stel je nou altijd die moeilijke vragen aan mij? Ja, dat weet ik ook niet. En daarom heet je allemaal een meeuwen of zoiets dergelijks. Dat zie ik ook niet op afstand. Dat mag je niet op Facebook zetten als ik daar ook zou van filmen. Die meneer heeft een blote bovenbarst. Wil ze op Facebook niet hebben, hè? Dat is toch een meneer in een spijkerbroek op een foto staat met een blote bovenbarst. Wordt er gelijk gerapporteerd aan het beheer. Ja. Maar oké, er staan ook paarden aan de overkant. En het is een prachtig mooi gezicht. En jullie zien ook dat er wat lichter gekleurd erop staat, hè? Dat is gewoon helemaal verdoord. Geen water. Verder is het allemaal aardig groen, hè? Ja. In de donkere duinen, daarnet waar we doorheen reden, ja, ik heb hem op een gegeven moment de GoPro uit moeten zetten omdat het gehommel was. En dan worden jullie dronken, dat moet ook maar niet. Daar zagen we zelfs besjes die helemaal gerimpeld waren door de droogte. En we zagen andere takken wat normaal paarse bloemetjes en witte bloemetjes in behoren te zitten. Dat was helemaal bruin. Ja, gewoon zonde. En daar hebben we ook de Lange Jaap in de verte. Ik zal even weer terugzoomen, kijken of jullie dat nog allemaal kunnen bekijken. Moet hij wel willen. Doet hij het weer niet hoor. Ik had ingezoomd. En hij wil niet terug. Nou, doe ik jullie weer even uit en dan weer aan. En dan gaan we weer vrolijk verder. En Chrissy, die staat er gekleurd op. Die heeft maar een knoop in de jurk gelegd, anders ging de jurk tussen de spaken. Maar oké, dan gaan wij ook wel weer verder. En als we weer wat zien, dan pak ik de camera weer. Ik zou zeggen, tot straks. Ik zie ook een schoolekster geland in het groen. Ik kan zo meteen even weer met je praten. Mooi gezicht hoor. Maar ook dat is zo'n mooi gezicht. Mooi hoor. Heel erg mooi. Oh, je hebt het al gehad, dus geniet ervan zoals je het hebt gedaan.
Heel mooi gezicht, die zon er zo. En het is druk met jetskis, want ik zie er daar alweer een paar gaan. Ja. Nou, en allemaal mensen nog in zee met de hondjes erbij. Die zoeken allemaal nog verkoeling en alles. Heerlijk. Ja. En die mensen met die witte herdershond van de vorige keer, hier op ditzelfde punt, die kwam ik vandaag nog tegen op de Juttersmarkt. Dus het was weer voortreffelijk. Weer een geweldige ontmoeting. Maar ik vind deze zo mooi. Mooi hè, met die ondergaande zon. Nee, maar hoe die in die wolk zit. Ja, ja. Het is net een poort. Ik zie de poort wijd open staan, weet je wel. Echt heel mooi. Maar oké, daar zitten nog mensen beneden met het parasolletje. Maar oké, we gaan weer verder, on the tour. En daar staan daar mensen te vissen, heerlijk gezellig, maar kijk eens hoe mooi. En goed, ja, er lopen weer mensen, daar kan ik helaas niks aan doen. Maar het gaat mij meer om de zon en de bewolking die er binnen treedt. Ja, en die strepen van de zon, stralen. Hoe mooi, het geeft gewoon een kleurtje nog. Het is gewoon oranjeachtig. Ik vind het zo mooi. Zo rustgevend. Er zit een hele oranje streep zo naar beneden. Mooi hè? Zo mooi, het lijkt de regenboog wel, terwijl het niet eens niet regent. Ik vind het zo gaaf. Hoe mooi kan de natuur dan wezen? Echt zo mooi. Ja, het is niet zo helder als de vorige keer, maar dat maakt niet uit. Het is wel mooi. En het is nog zo warm, zoals de wind, die is warm. Ja, het waait wel, kijk maar naar mijn vlaggetjes. Hé, hey. Het is donker hè, joh, het is daar donker. Maar ik heb ook nog steeds mijn zonnebril op, want dat daar is scherp aan de oogjes. Nou, nog weer een bootje. En dan hebben we Texel ook dus liggen. En de boot die vaart ook uit, als jullie dat nog kunnen zien, maar ik denk het wel. Ik zoom niet in. Dat vind ik niet nodig. Ik vind dat mooier. Christy die gaat weer op de fiets, dus ik zal hem ook weer eventjes uitdoen. Ja, en nou schijnt de zon aan de ene kant van een hele lange wolk, of wat het ook mag wezen. Ja, ik noem het een wolk. En de stralen komen dan aan de andere kant onderdoor er weer uit. Hoe gaaf is dat, hè? Mooi gezicht. Dan over de zee heen. Net dat visserskottetje daar ook. En daar gaat nog een zeilbootje. En ik hoor gefluit. Komt er eentje aan. Zo dan. Die is helemaal vrolijk. Die is helemaal vrolijk. Zo vrolijk. Zo vrolijk. Kijk dat hij net eruit. Ja. Als jullie dat zien. Ik hoop het zo. Hij heeft ze net een ui, die visserskotter.
had hij net dus nog niet. Nee. Heel mooi gezegd. Ik had er nog eentje van Brammetje aangestoven, wat het ook nog is. Geen helm, dus ja, wat het dan is. Maar oké. Okay. We hebben het weer gezien. Ja, en zoals jullie merken, zijn wij weer thuis. Want ja, mijn hondje in beeld. En wie hebben we nog meer in beeld? Onze Chrissy. Oh jee. Oh jee. Dat we hebben weer heerlijk genoten, of niet dan? We hebben weer zalig genoten. We zijn lekker door de bossen gereden. Of gereden, ik geloof. Corinne gereden. En daarna zijn we lekker weer over de dijk gegaan. Lekker windje. Bij Lands End hebben we even gestopt. Dan ben ik even een stukje de dijk opgelopen. Ja, en Corinne die was natuurlijk weer aan het Pokémon, hè. En dat ging goed. Nou, en nu zijn we lekker thuis. En, bakje koffie. Heerlijk zometeen een bakje koffie en een koekje. En dan ga ik weer naar huis. Dus ik zou zeggen, dag lieve kijkbaarskinderen. Het was gezellig. Ja, en dat was onze Chrissy weer. En ja, het was zeker een op en top gezellig. En we gaan al lekker aan de koffie. Water staat op, dat kookt bijna. En dan gaan we even genieten van een bakje koffie. En eventjes een belletje weer plegen naar Karin. Kijken of ze thuis is. Kijken of ze een telefoontje kan krijgen van... Ja, want er is er natuurlijk nog eentje die wil er even feliciteren met haar verjaardag. Wat ik zou zeggen, geniet nog verder van jullie avond. Doe wat jullie doen moeten. En veel plezier ermee. Doei doei.